De nieuwbouw van de Prins Willem-Alexander School is vrijdag 14 februari 2014 van start gegaan. De nieuwbouw biedt naast onderwijs onderdak aan activiteiten die vanuit de brede school Tiel Oost worden georganiseerd. Vandaag gaan we de bouw feestelijk beginnen. De palen die zitten al in de grond, dus dat zit al goed. En nu de rest nog. Wethouder Ruud Vermeulen en Heb Huibers van Christelijk Primair Onderwijs Betuwe en Bommelerwaard verrichten samen met een aantal leerlingen van de Prins Willem-Alexander School de officiële handeling. Tegelijkertijd lieten alle leerlingen ballonnen op met een kleurplaat van de nieuwe school daaraan vast. Dan gaan we aftellen. 3, 2, 1. We zijn nog niet begonnen. 4, 3, 2, 1.